Hallo, leuk dat je kijkt naar deze bekendmaking over de finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker en het Nederlands Teamkampioenschap Poker. In dit filmpje willen we even uit gaan leggen wat er gaat gebeuren als het finale weekend niet live plaats kan vinden vanwege de coronamaatregelen. We hebben eerder al bekendgemaakt dat we eigenlijk niet zoveel zien in een optie met maar een paar spelers aan tafel. Of met iedereen met mondkapjes en handschoenen en schermen aan tafel. Zo'n finale weekend zien we gewoon niet voor ons. Vandaar dat we eigenlijk hebben gekozen van of we gaan voor een finale weekend live waar het goed plaats kan vinden. Of we kiezen voor de andere optie. Nou, die andere optie gaan we vandaag in ieder geval hier in dit filmpje uitleggen. Die optie wordt namelijk dat het online, het hele weekend online plaats gaat vinden. Zowel de finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker als de finale van het Nederlands Team Kampioenschap Poker. We beginnen bij de eerste dag van het weekend en dat is vrijdag 3 september. De finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. En dan gaat even uitleggen wat precies de bedoeling is. Ja, in totaal hebben we een kleine 400 unieke spelers die de finale hebben gehaald dit jaar. En die gaan we allemaal in dat geval, dat we online moeten spelen, gaan we die in één groot toernooi gaan we die plaatsen op de Poker 2 app. Het wordt gespeeld met dezelfde structuur die we bij de halve finale hebben gebruikt. Alleen daar hadden we levels van 15 minuten. Dat wordt bij de finale levels van 20 minuten. Dus mooi uitgebreid met een startstek van 25.000. Nou, 25.000 zou de startstek zijn live, dus online kan dat ook. We gaan lekker uitgebreid spelen. Er worden 15 levels in totaal gespeeld. Dat komt neer op 5 uur en 20 minuten. En we starten die avond om 6:30. Met livestream en alles erbij. Dat het ook voor de kijkers leuk is om te kijken bij iedereen die je kent die met de finale meespeelt. Dus we beginnen om 6:30 en dan rond 11:50 dan wordt het eerste gedeelte van de finale wordt afgerond. En het toernooi wordt dan verder gespeeld op de zaterdag. En daar gaan we Thijs dan weer meer over vertellen. Ja, nou, zaterdag 4 september, de overgebleven finalisten, die gaan verder spelen met het toernooi. Dus het toernooi is die avond ervoor gepauzeerd en wordt gewoon hervat op de dag 2. Ook dan beginnen we om 6:30, hebben we weer een livestream. En we verwachten dat de finale ongeveer klaar is rond 11:45. En dan hebben we dus uiteindelijk een officiële Nederlands kampioen. Het is eigenlijk gewoon verder spelen in hetzelfde toernooi als wat je al gespeeld had. Dus dat betekent dat je gewoon verder gaat met de stack die je al had vergaard. Gewoon lekker knallen. Het is eigenlijk niet heel ingewikkeld. Ik zou niet weten wat voor vragen je erover kunt hebben. Maar als je er vragen over hebt, laat het gerust weten. Waar wel veel vragen over zijn en we ook veel vragen over hebben gekregen, is de finale van het Nederlands Team Kampioenschap Poker. Want we hebben in een eerder stadium namelijk besloten om de halve finales over te slaan. Daardoor waren er toch veel vragen over van, maar is er dan wel een finale? Nou, later hebben we bekendgemaakt dat we daar ideeën over hadden, over hoe we de finale plaats konden laten gaan vinden. Uiteindelijk is dat tot een concept gekomen. En dat concept gaat even uitleggen hoe de finale van het Nederlands Teamkampioenschap ook precies in zijn werk gaat. Ja, daar hebben we wel goed over na zitten denken, Matthijs en ik als eerste en daarna in overleg met het team. Want het is wel lastig. We hebben eerst bedacht dat we misschien alle spelers bij elkaar zouden moeten doen. Daar hebben we uiteindelijk niet voor gekozen. We willen niet dat spelers van hetzelfde team bij elkaar aan tafel kunnen komen te zitten. We hebben voor een mooie optie, denk ik, gekozen. Waar we volledig achter staan met het hele team. In totaal gaan er 54 teams meedoen met de finale van het Nederlands Teamkampioenschap Poker. En die gaan we in 4 verschillende toernooien op hetzelfde tijdstip plaatsen. Dus dat betekent dat elke speler van het team in een ander toernooi zit met 54 spelers. Daarmee gaan we 4 rondes spelen. Als eerste een ronde om 12:00. Die zal zo tussen 3 en 3:15 dan klaar zijn. Hoe hoger je eindigt, hoe meer punten je kan halen als speler. En de punten worden gewoon opgeteld. De stand die er dan voorkomt, die telt dan voor het hele team. Gewoon alle punten bij elkaar opgeteld. Dan om 16:30 is er een tweede ronde. Gewoon weer met 54 teams. Weer elke speler in een ander toernooi.
Die zal dezelfde tijdsduur hebben, dus 3 uur tot 3 uur en een kwartier ongeveer. En dan om 7 uur start de derde ronde. Maar die derde ronde zal niet meer met 54 teams zijn, maar die zal met 36 teams gespeeld worden. We gaan dus 1/3 van het speelveld gaan we eraf halen. En we gaan met 36 teams gaan we verder. Nou, die spelen dan weer 4 toernooien. Elke speler van het team in een apart toernooi. Weer punten te behalen. Nou, die punten zullen we ook benoemen in het artikel en op onze site. Dus je weet van tevoren hoeveel punten je wanneer verdient. En die 36 teams die spelen dan de derde ronde. En dan krijgen we na die derde ronde krijgen we weer een afval, een gedeelte wat afvalt. Namelijk daarvan de helft. Dus dan houden we nog 18 teams over. En die 18 teams die zullen dan om 10 uur 's avonds zullen ze de laatste en beslissende, het laatste en beslissende toernooi spelen. Weer alle 4 de spelers in een ander toernooi. Dus al 4 toernooien met 18 spelers. En uiteindelijk na die ronde hebben we een einduitslag. En daaruit wordt beslist wat het beste pokerteam wordt van dit seizoen. Ja. Dus dat betekent allemaal MTT's en die reden dat we allemaal MTT's doen is eigenlijk vrij simpel. Dat komt omdat het gewoon praktisch niet mogelijk is om allemaal losse sit-and-go's te organiseren. Dat was namelijk in het beginstadium ook nog een overweging. Allemaal losse sit-and-go's, dat is gewoon niet mogelijk. Dus vandaar losse MTT's. Dus dat betekent, zoals ik het zei, elke speler zit in een apart toernooi en haalt punten voor zijn team. Wat ik persoonlijk een leuk element vind, is dat je op deze manier met z'n vieren als team bij iemand thuis kunt gaan zitten, kunt gaan spelen en handen kunt spelen, maar je kunt zelfs overleggen met elkaar. En dat vind ik een leuk element die ik graag uit wil lichten. Waarom? Tijdens het live poker en het team poker wordt wel eens gezegd van ja, jammer, want een stukje teamconcept om te overleggen of zo, dat ontbreekt. En dat is wel eens voorgesteld door spelers om dat in te brengen. Nou, als we de finale van Team Poker online hebben, dan zou het dus betekenen dat jullie als spelers onderling met elkaar ook kunnen overleggen over van wat doe ik nou met deze hand of wat doe ik dat nou met deze hand. Dus daarom willen we ook de teams ook gewoon aanraden van nou ja, ga lekker bij elkaar zitten in die finale. Dan heb je en een leuke dag met z'n allen, want dan haal je lekker hapjes thuis, ga je gezellig zitten en je kunt met elkaar overleggen en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daarnaast gaven we het al aan, we hebben gedurende het weekend gewoon een livestream. En we willen ook tijdens het weekend willen gaan proberen eigenlijk gedurende de hele toernooi real-time een tussenstand te kunnen laten zien van alle scores die gehaald zijn. Dus telkens als de spelers uitgeschakeld zijn, dat iemand dat bijwerkt en dat je echt real-time een tussenstand ziet. Wat ook wel weer extra leuk is tijdens die finale natuurlijk. Uiteraard gaan we zorgen voor leuke commentatoren en dat soort dingetjes. Dus ondanks dat het straks misschien niet live plaatsvindt, willen we er toch iets heel moois van gaan maken. En wij denken op deze manier dat de finale van het Nederlands teamkampioenschap ook in ieder geval door kan gaan. En dat we een heel mooi concept neer kunnen zetten. Ja, dat is inderdaad wat we hopen, Matthijs. Wat we graag te horen, of wat we vaak te horen krijgen de afgelopen jaren. We zijn toch voor het 6e seizoen bezig. In zijn totaliteit, we krijgen vaak te horen dat het ons elke keer weer erin slagen om de mensen te verbazen met de manier van organiseren en de mooie manier van aanpakken. Ik snap wel dat we met 10-0 achter staan als we het niet live kunnen doen. Dat weet ik, want ik weet hoe jullie allemaal verheugen om naar de heerlijkheid te komen en daar het hele weekend te spelen. Maar wij zien het gewoon inderdaad, wat jij al zei, niet zitten als iedereen met mondkapjes op moet zijn. Of dat je krijgt dat als je in de finale uitgeschakeld bent, dat je dan gelijk de zaal moet verlaten en niet meer terug mag komen. Ja, dat brengt die sfeer niet die we normaal hebben. Ja. En als we dat niet kunnen doen, als we niet normaal met 6, 7, 8, 9 mensen aan tafel kunnen zitten, dan moeten we naar andere oplossingen zoeken. En ik hoop dat mensen dat jullie dat allemaal wel willen begrijpen. En dat wij ons uiterste best doen om er wel een fantastisch weekend van te maken. Of live. Of online. Ja, zeker. Bedankt voor het kijken. En we zien elkaar online bij de finale of live bij de finale.